Hallo. Hallo, dag Siska. Hallo, dag Michael. Amai, ik vind het spannend. Ja, ik ook. Ik ook. We gaan spaghetti eten. Heb jij ook spaghetti? Ja, ik heb ook spaghetti. Kijk hoe. Oh, maar oh, je hebt al kaas. Ik heb nog geen kaas. Ja. Wat Dat is voor. het belangrijkste, vind ik. Amai, je snapt mij zo hard. Kaas is echt Ja. het belangrijkste dan spaghetti, hè? Waar zit jij ergens nu? Thuis, in mijn appartement, in Keerbrugge. Het is raar, hier binnen zitten. Je hebt geen virusbuddy of zo. Nee. Dus ik moet het eigenlijk altijd via deze weg doen. Ik Ja. merk nu dat ik bijvoorbeeld ook, als ik iemand bel, dat ik gewoon al automatisch die video opzet, Dat is echt, hè? in plaats van gewoon te bellen. Ik heb echt, er zijn ook zoveel manieren nu om iemand te bellen. Dat is niet normaal. Ik heb er Ja, straks nog ja. twee nieuwe manieren en dat werkt ook allemaal keigoed. Technologie, hoort ons. We zijn precies Bomma en Bompa. Hè? En snijd jij je spaghetti of rol je die? Nee, ik ben de roller. Ah, goed. Michael, hoe kan dat nu? We zijn nog niks aan het drinken. Ah, maar ik heb wel iets klaarstaan. Echt? Ja. Goed. Ik had mezelf een gin tonic gemaakt. Ah, nu gaat dat opvallen wat voor een drankorgel dat ik ben. Ik weet niet hoeveel dat daarin moet. Is dat al genoeg? Nee, dat is te weinig. Ja, maar nee. Dat is kei veel. Alleen wacht, dat is natuurlijk met dat ijs wel. Ja, dat Ja, gaat goed sowieso, zijn. sowieso. Dat gaat goed. Dat is te weinig. Nee. Dat is echt meer dat ze doen. Zeg, santé, hè? Allee, santé. Aangenaam kennismaken. En je zegt, je hebt normaal echt een mega sociaal leven. Wat doe je dan in je sociaal leven normaal? Ik heb mijn vast werk in de week, sowieso. En in het weekend ben ik DJ. Echt? Ja, dus dat is dus elk weekend eigenlijk heel Vlaanderen rond, zeg maar. Op allerlei feestjes. Dus ja, dat is constant sociaal contact. Dus Ja? ja, dat is eigenlijk de ene dag op de andere dag van Wauw. alles naar compleet niks. Ik ben ook een festivalganger. Eigenlijk heel toevallig, maar wij hebben altijd een tweejaarlijkse ontmoeting op Werchter. Wij? Ja. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld van 2016. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar zalig. En Was ik zwanger? dan 2 jaar daarna, 2018, stond ik heel toevallig, stonden wij achteraan op hun Instagram-story. Toen dat Ma. mij kende. Hoe is dat? En dus nu is het 2020, Ah, we maar moeten. je weet misschien niet hoor, maar nu zitten we hier. Dus alleen, dan hebben we toch onze Amai. 2-jaarlijkse ontmoeting. Dat is een prachtig verhaal. Misschien moeten we nu nog een foto maken dan. Dan hebben we hem Nou wel terug, hè? Goed, jongen, je gaat geen hele fotoalbum met mij kunnen aanleggen. Zalig, misschien goed. En stel nu voor een eerste date. Wat is het perfecte nummer voor een eerste date? ik zou dan eerder zo de radio of zo opzetten. Radio op 2 of zo, bijvoorbeeld. Maar jongen. Nee. Thomas, ik ga verhuizen. Ik heb iemand anders gevonden. Hoe vulde jij je dagen nu? Ga veel wandelen. Ja, ik heb geluk hier in de buurt. Ik stap mijn deur uit en ik heb hier echt zo'n heel bosgebied. Ja, ik kan daar wel tot rust komen, zo mijn Dat is echt, gedachten een hè? keer leegmaken. Maar wandelen is toch mega de max, hè? Nu kijk ik er echt naar uit. Ik sta op in het weekend om 7:30, 8 uur ben ik wakker in het weekend. Dat zijn voor mij unieke momenten. Oh, er is een wereld al. Ja, ik wist niet eens dat er een voormiddag was in het weekend, dus dat heb ik nu ook Dat ontdekt. is dus, hè? Dat is cool, hè? Ik heb gedaan met eten. Ik weet niet, jij? Zit jij ook klaar? Ja? Ik ook. Kijk, ik vond het nu wel echt een heel gezellige date. Ja, het was plezant, het was gezellig. Zeg, we zien elkaar binnen 2 jaar op Werchter, sowieso. Ja, Want dat moet, hè. we go way back, hè? Hey, salut, hè? Tot de volgende keer, Cool. hè? Sorry, Dada, dag. ja. Dada. Questo è il fiore del partigiano morto per